kijkt naar een nieuwe aflevering van Fight Insight. Ik ben Soumya. Aan tafel zitten Hassan, Fikri, Jonne en nieuwe gast Andy Sauer. Welkom allemaal. Welkom Andy. Welkom. Hassan, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? We hebben het onder andere over het boksen, de heavyweight division. Er is wat verschuivingen. We hebben het over ONE FC. We hebben twee legends aan tafel die er wat meer over zullen vertellen. We gaan een stukje terug in de tijd naar de BPKL, hoe het allemaal begonnen is. En we gaan door de agenda, wat komen gaat en wat er gaat gebeuren. Nou, laten we dan beginnen met de heavyweight, want er is een nieuwtje. Ja, de heavyweight division is... noem het maar een crisis. Amerika heeft heel lang een crisis gehad qua heavyweight. Desperate eigenlijk. Gewoon, wat bedoel je met crisis? Nou, omdat als je het over heavyweight division hebt, dan heb je het in mijn ogen. Je hebt het over de heavyweight boxer, toch? Sorry, heavyweight division boxer. Je hebt het over Muhammad Ali, Joe Frazier, Mike Tyson. Dat was de periode dat mensen uit hun bed gingen. Toen viel Floyd Mayweather niet op en Manny Pacquiao. Want zeg eerlijk, sinds Amerika geen heavyweight division meer had, was Manny Pacquiao en Floyd Mayweather waren opeens de mannen in het boksen. Nederlanders gingen kijken, iedereen ging kijken naar boksen. Maar op een gegeven moment, wat je toen zag, is dat Lennox Lunes opkwam. Lennox Lunes die nam eigenlijk Tyson over. Omdat Tyson zat privé een beetje in de problemen. Dus Tyson ging een beetje naar beneden, niet qua niveau, maar qua prestaties. Dus Lennox Lunes, maar hij is een Engelsman. Maar goed, hij had een Amerikaanse trainer. Dus hij was nog deels Amerikaans. Weet je? Ja, het zou hypocriet zijn, sommige Amerikaanse boksers dan ook wel. Ja, tuurlijk. Weet je. Kijk, het draait. Kijk, je moet niet vergeten, als de heavyweight division draait, dan is boksen populair. Want eerlijk, hoe vaak hoor je, laat ik maar eens een voorbeeld nemen, dan pakt ze me bij mijn arm en dan zeiden ze, ben jij een bokser, hoe dan? Weet je, maar hun hebben een beeld bij, een bokser is een grote gozer die kan stoten. Dus wat je toen zag is, Lennox Lewis kwam, een Engelsman, half Amerikaans, maar op een gegeven moment raakte hij zijn titel kwijt aan Klitschko. Klitschko, zeg eerlijk, is een technisch uitmuntende bokser, maar saai. Mensen gingen niet meer kijken. Hij was Duits. Ja, Lennox ook niet echt. Nou, maar Lennox Lewis sloeg wel gasten knock-out. Ja, oké. En heavyweight division is knock-out. Eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, als je naar een punt, als je naar Klitschko kijkt, die 10 jaar lang heeft hij de heavyweight division geregeerd door op punten te boksen. Ja, dat klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen. Misschien, hij was Duits. Hij sprak Duits. Dus het was niet echt internationaal. Ja, oké, maar hij sprak Duits. Hij kwam voor de daad een Duitse licentie, als ik het goed zeg. Maar op een gegeven moment had je... En toen kwam op een gegeven moment de gold medalist Joshua. Weet je, zag er goed uit, netjes, sprak Engels. Hij was netjes. Hij is wel een Engelsman. Ja, maar hij is netjes. Heel representatief. Ja, een man met charisma. Ja. Sloeg Klitschko knock-out. Niemand had dat verwacht. Weet je, ik bedoel, kom op, Klitschko die... Die saus. Ja, maar vergeet niet dat Klitschko een hele lange carrière heeft gehad. Ja, het is wel je style make. Nee, maar daardoor komt de style make fights. Ik bedoel, het is. Weet je, het is wel. Want Mike Tyson had ook moeite met jongens die wegrenden en punten boksen. Hij zette ze op een gegeven moment wel vast, maar had er wel moeite mee. Mm. En op een gegeven moment, en nu wat er nu. En dat is die Amerikanen, waar die Amerikanen op hopen, die hopen zo graag op die Wilder. In mijn ogen, je kan zeggen wat je wil, ik vind hem technisch niet goed. Weet je, hij slaat binnenkant de handschoen. Maar hij slaat wel gasten zwaar en zwaar knock-out. Die zag het vorige week ook. Sloeg in die gozer zwaar knock-out binnen een minuut. Ja, zeker. Die ging hard. Dus nu, wat je nu ziet... Sorry. Dus wat je nu ziet is dat de overhand gaat richting de Amerikanen. En wat ze nu pushen is Joshua tegen Wilder. Want die Amerikanen, in mijn ogen, zijn zo desperate naar een wereldtitel. Ze gaan alles op Wilder doen. En daarom rekken ze nu ook een beetje uit. Maar gaat hij niet tegen die Tyson Fury nog? Of? Nee, ik denk dat ze Tyson Fury niet zo snel meer laten boksen in de rematch. Tegen Wilder. Wilder wordt ook ouder. Volgens mij is het oudste van de drie. Jij hebt ook gebokst. Ja, eentje. En hoe is dat gegaan? Was leuk, was goed. Ook wel vreemd voor mij, omdat ik toch mezelf wilde manifesteren als een bokser. Het lukte aardig, eerst twee rondes. Hassan was erbij, hij stond zelfs in mijn hoek. Gezellig. En ik wilde boksen als een bokser. Ik wilde staan als een bokser, ik wilde houding aannemen. En ik wilde het spelletje ook spelen zoals boksers dat doen. Weliswaar moest ik 4 of 6 rondes, nee 6 rondes hadden we al afgesloten.
En tegen het nummer 2 of 3 van Georgië. Ja. Een oude rot, dat wel, weet je wel. Maar ik had heel veel moeite met Simon's stijl. Met zijn hoofd naar voren, vooroverbuigend. En de afstand constant proberen te corrigeren. Was toch elke keer wel een moeilijk iets, als een bokser zijnde. En toen besloot ik in de derde ronde toch maar eigenlijk een beetje het allemaal los te laten. En een beetje als een kickbokser het gewoon te gaan knokken. En toen heb ik hem gesloopt. Maar wat daar bij mij persoonlijk gebeurde, was gewoon echt puur, ik was helemaal kapot. Ik was stuk, weet je wel. Ik sta hier door het huis, ik ben helemaal stuk. Waar ik misschien wel 8 of 9 rondes zou kunnen kickboksen, was nu gewoon... Hoe kan dat dan? Ik denk een stukje, het stressniveau lag iets hoger dan normaal, omdat het mijn eerste bokspartij was. Daarnaast was het ook nog eens in mijn geboorteplaats en woonstad Den Bosch. Dat was veel weet druk. Extra druk. Plus een nieuw spelletje moeten spelen. Tegen nummer 2 of nummer 3, ik weet niet meer precies wat het was. Van Georgië. Ja, dan wil je toch wel iets neerzetten. En heb je wel wat neergezet? Want ik heb ja, uiteindelijk 4e ronde kwam dus zijn hoek niet uit. En ik had een paar levensstoten mee kunnen nemen. En daar ging denk ik wel op leeg. Maar ik moet zeggen, ik had echt veel schade. Ook. In mijn hoofd, in mijn neus, in mijn mond lag helemaal open. Zou je eigenlijk niet zeggen, want wij gebruiken toch wel benen, armen, knieën. Ja, maar weliswaar qua hoeveelheid per ronde gewoon veel minder als boxers. Ja, alles gaat richting hoofd. En die heeft wel een punt daar. Kijk, waar wij als kickboxers de fout in maken, of ons vergissen, het is niet eens een fout, is dat we, wat Andy terecht aangeeft, wij kunnen niet boksen. En daar moet ik mee te zeggen, het spelletje boksen. Ander spelletje is ander spelletje, ja. En waar wij op terugvallen is... Het heeft er niet veel meer mee te maken met hoe je staat. Want daar heeft het heel veel mee te maken. Ja, tuurlijk. Alleen waar wij op terugvallen, en dat geeft Andy ook aan, halverwege de wedstrijd, valt hij terug op zijn kickbokstijl. Ja, ja. En dat is de fout die we... Ja, ja. Dat is de fout die we maakten. Natuurlijk, hè? Ja. Maar wat ben jij in het begin? Je hebt ook jaren... Want jij was echt de kickbokser vroeger. Bij het begin heb ik heb heel veel moeite gehad. En weet je waar ik heel veel moeite heb gehad, Andy? Met die tok. Met die bokstokken. Ach, ja? Ja, die zitten veel hoger. Weet je, die zitten tot aan de lever, ja. En daar moest ik zo aan wennen. En dan was ik bij het begin al, had ik daar heel veel moeite mee. En, ja, maar is eigenlijk iets van buitenaf. Ja, dus is er een beetje... Ik had daar heel veel moeite mee. Jawel, ik trok hem elke keer naar beneden, want de tering ging elke keer omhoog. Maar ik had er echt moeite mee. En... Uitslag en al. Ja, ja, ik had uitslag. Wat was het qua stijl? Qua stijl? Nee, maar inderdaad, als je het echt over de stijl hebt, het boksen. Als ik ook met, ik bokse bij Musselfit in Eindhoven, bij Ron Rovers. En daar hebben ze het amateurspelletje, maar tegelijkertijd ook een beetje het Oostblok profboksen, zeg maar, overgenomen. En vanuit daar heeft hij zijn eigen stijl gecreëerd. Maar daar ligt ook het tempo ook heel, heel, heel erg hoog. En dat komt heel snel richting het kickboksen. Weet je, wij zijn heel drukkend en kickboksen moeten tenslotte in 3 rondes moeten het allemaal kunnen beslissen. En dan ligt de tempo heel hoog. Weet je wel, we trainen met boksen op het ATP-niveau vaak. Weet je, hoog in die hartslag, hoog in die hartfrequentie. En dat ben ik gewend. En dat is ook een klein beetje, ik noem het altijd maar even herrie in je hoofd. Nee. En gas geven. En het boksen is veel beduchter en veel rustiger. En dat merk je ook als je met echte profboksers bokst. Ze zijn rust, ze nemen de tijd. Ze zijn het met voorhandje aan het spelen, aan het voelen, aan het prikken, aan het measuren, aan het meten. En dan gaan ze 1 of 2, misschien wel 3 of 4 keer hooguit per ronde gaan ze los. Ja. En met kickboksen kennen wij dat helemaal niet. Wij proberen echt meteen druk te zetten, weet je wel, een keer te laten missen. Vooral met de K1-regels. K1-regels. Bijvoorbeeld, om iemand een keer te laten missen, daar komt in kickboksen vaak niet voor. Wat er heel veel voorkomt is een dubbele dekking. En bij boksen is daar weer het tegenovergestelde. Je probeert een keer iemand te laten missen, waar moet je echt op letten als je bokst? Waar moet je echt op letten als je van het kickboksen komt en je gaat dan een switch naar maken boksen. Naar het boksen? Waar moet je dan echt op letten? Wat is echt essentieel belangrijk? Echt van belang? Ja, de tijd, gewoon even, dit klinkt een beetje globaal wat ik nu zeg, maar de tijd nemen om de discipline te gaan... om het spelletje te begrijpen. Te gaan begrijpen. Ja, en het te voelen, want het is totaal iets anders. De afstand is anders, het voetenwerk is veel anders. Je ego opzij zetten. Wat ik daarmee bedoel is het willen leren van het spelletje. Ja. Want wij als A-klassers, denken wij vaak, we zijn de top. Maar ja, als jij dan gaat boksen, dan... Ja, maar het is een ander spelletje. Dus kickboksen onderschat de boksen. Kickboksen onderschat de boksen, ja. Omdat ze denken van het is alleen maar stoten. Het is alleen maar stoten, je hebt geen last van je benen. Dus daar moet je dan echt op letten als je wil switchen. Maar daarmee kun je ook wel weer stellen van de bokser
heeft ook moeite weer met de kickboksen. Ja. Want de kickboksen is juist drukkender en eigenlijk, is eigenlijk een wilde bras misschien voor de bokser. Ja. Ja, waar de bokser ook niet altijd mee te maken krijgt waarschijnlijk. Ja, dus wij zijn dan de rouwdouwers, om het zomaar eventjes kort door de bocht te zeggen. En de bokser is juist de elegante persoon die zeg maar zijn stoot probeert af te meten en te timen. Maar wat je nu wel ziet is dat kickboksers ondersteunen elkaar wel. Tyson Fury bijvoorbeeld heeft nu Jason uit Utrecht, Jafar, ja, heeft hem ingeroepen om te sparren en om te kunnen gaan met die druk. Zo wat jij zegt. Rico heeft ook bij Tyson Fury gespart voor de partijvoorbereiding. Om beter te kunnen boksen. Ja. Ja. Tyson Fury, gaat dat nog wat worden? Kijk, Tyson Fury is een masterbokser. Hij kan echt boksen. Ja. Weet je, hij ziet er niet uit. Weet je. Hij is vaak te zwaar, maar die jongen kan boksen. Hij heeft geen knockout punch, maar die gozer kan echt goed boksen. Maar, neem maar van mij aan, en het klinkt heel raar wat ik zeg. Maar die Amerikanen zullen er alles uit halen om Wilder wereldkampioen te maken. Dus die Joshua daarom is de partij Tyson Fury tegen Joshua zo interessant. Om die in Wembley te doen. Ja, maar eigenlijk hiermee zeg je dat het eigenlijk 2-1 staat. Engeland heeft er twee staan, hè, soort, twee heavyweights. En de Amerikanen hebben eigenlijk die Dayton Wilder. En, waarbij ze denk ik ook niet helemaal safe bij voelen. Nee, ze zijn niet safe met hem. Ze zijn zijn voeten. Je moet eens kijken, jongens, zijn voetenwerk is. Kijk, ik mocht dromen dat ik. Maar hij is wel onvoorspelbaar. En dat maakt het zo gevaarlijk. Maar zijn voetenwerk is volgens de kennis. Hè? Ja, als jij in de laatste klopt niet. Die ja, maar als jij opstaat, de Mafiek, als jij opstaat. Ja. Ah, dat is ook respect. Ja. Ja, en je kan het niet afmaken. Ja. Ja, dan is. Terugkomend op zijn laatste knockout. Even in mijn beeldvorming. Hè. Een links-rechts direct al wandelend naar je tegenstander lopen. En dan toch nog op een links-rechts lopen. Zegt dat dan iets over het niveau van zijn tegenstander? Of is dat nou wel de boksport? Ik vind het niveau van zijn tegenstander vind ik ook niet echt. Vond jij hem die laatste van Wilder tegen... Ja, maar ja, hij kon wel een aanmerking voor de WBC. Hij liep er gewoon op. Hij maakte hem ook zonder te kijken. De fout die hij maakte is hij ging met een vechten. Ja, dat moet je met de Wilder niet doen. Ja, maar even terugkomend op dat moment. Ja. Was het in het begin van de wedstrijd toch? Dat was de eerste ronde al. Ja. Dan ben je toch super scherp, ben je juist scherp. En ik zie Wilder even nogmaals, voor mijn beeldvorm. Die gozer komt om afgelopen. En ik sta, weet je wel, ik wacht eigenlijk, want die gozer was precies, die was niet aan het bewegen. Ik zie Wilder om afkomen, wandelen, niet eens half voetjes, korte pasjes, weet je wel. Hij haalt aan mijn links en ik kom met die rechts. Ja. Ja, maar hij was al aan voordat hij die rechterhoek kreeg. Okay, want ik heb alleen die highlights. Hij was aan voordat hij die kreeg, was hij al aan. Maar goed, het is wel inderdaad. Maar in de eerste ronde vind ik ook raar. Hoor. Ja, maar ja, vind ik hoef jullie niet te vertellen, het kan zo afgelopen zijn. Ja, het kan zo afgelopen zijn. Dat hadden we vorige week ook over. Ja. Over vorige week gesproken, er is een hoop speculaties op het net gekomen over het feit dat... over wereldtitels, over of het wel waardig genoeg is. Ja. En ja, jongens, wat vinden jullie daar nou weer van? Kijk, iedereen heeft zijn eigen mening. En ik respecteer iedereen zijn mening. Alleen in mijn ogen vind ik dat er... zolang wij roepen als Nederlanders dat wij de beste zijn... moet je het ook de beste houden. Ik vind niet dat je als promotor kan bepalen, of mag bepalen... dat de bond een titelgevecht... Kijk, de bond moet bepalen of meneer A of meneer B... in aanmerking voor een titel. Als op het moment dat de bond het niet meer kan doen, is voor mij, heeft de titel voor mij nul tot geen waarde. Welke organisatie ook, hè? Ik bedoel, alle organisaties. Oh ja, precies. Ook wel over alle organisaties. Want als je kijkt naar boksen, heb je WBC wereldtitel. Echte wereldtitels met bonden. En ik vind, net als nu... ik zou wel zo'n Mara tegen Typhoon willen zien, weet je. Ja, waarom niet? Omdat twee verschillende bedrijven iets hebben, kunnen ze niet tegen elkaar. Nee. Je kan gewoon samenwerken. Ik vind samenwerking heel belangrijk. Ja. Dan kun je ook echt naar de top van de top gaan. Want nu laat je dingen ook gewoon voor het publiek. Maar Andy, even een tussendoortje. Andy, jij bent de enige die noem het maar in de tijd van Raymond Dekker, tot nu aan de wereldtop zit. Nog steeds, in mijn ogen. Wat vind jij van het feit, wat ik geef aan, luister, die wereldtitels, die Nederlandse titels, die Europese titels, die hebben in mijn ogen tot op dit moment nul tot geen waarde. Waarom niet? Omdat ik vind, nogmaals, een promotor moet niet kunnen bepalen dat jullie twee voor een titel moeten.
Zie jij een verschil van, noem het maar de WPKL-tijd, van Dekkers tot een WFCA. Tot nu. WFCA. Het gaat helemaal nergens meer over. Er zijn tig bonden en het is, iedereen heeft het erover. Dus we hoeven dat riedeltje niet nog een keer te herhalen. Maar zoals er al gezegd wordt, weet je kunt daar kampioen worden. Ik zie op social media voorbij komen hoeveel kinderen al kampioen zijn. En het is leuk voor de papa en mama. Het is leuk voor het kind. Het is allemaal heel erg leuk. Maar het geeft nog steeds wel aan dat we als sport zijn in zijn algeheelheid. Dat we eigenlijk nog helemaal nergens zijn. En kijk, een Glory kan zich manifesteren of kan kaart roepen dat ze de grootste zijn van de wereld. Ik zie het niet echt in. Ze hebben een aantal talenten en zeker wel wereldtoppers, absoluut. Maar bijvoorbeeld de aanwas, ja, daar wordt helemaal niet... Er is ook bij hun geen ranking, gewoon duidelijke ranking. Je verdient het niet. Het is gewoon, oh, jou ken ik. En selecteren, noem ik ze. Is ook gewoon, weet je? En de aanwas, je hoort ze af en toe ergens vandaan komen. Je kent ze niet. En dat is ook allemaal logisch, hè? Want je hebt zeg maar de jonge talenten. Dat is dan de aanwas. Die ken je vaak ook niet, weet je. Maar dan denk ik van, ja, als ik die partijen zie, denk ik van, nou, ik vind het wel zo'n groot verschil. Dat ik zeg van, wauw. Terugkomend naar mijn eigen ervaring in de K1... Als ze de Final 16 waren, kwamen er echt serieuze jongetjes. Ik blijf het zeggen, om de beste te zijn, moet je de beste verslaan. En daarmee ben ik klaar met dit onderwerp. Dat zie je ook in de MMA nu wat er speelt. Hè? Ja. Dat CEO van ONE FC die zegt van over, Ben Askren is gepensioneerd, maar die wil weer terugkomen. Die heeft dan een titel bij ONE FC, maar waarom niet een gemeenschappelijk championship? Weet je? Dus meerdere, meerdere organisatoren daar de beste van tegen... Tegen de beste. Hun beste, ja. Naar UFC en ONE FC of UFC en Bellator? En Bellator, dus alle drie eigenlijk. Dus ONE Championship. Ja, maar ik vind gewoon, kijk, gewoon echt een bond. Gewoon net WBC of wat dan ook. Ik vind, vroeger hadden we WPKL in Nederland. Had hij ook gevochten, Andy. Ja, even terugkomend op dat. Wij komen uit die tijd, maar toen was ik wel beginnend hoor. Dus jij zegt van aan de top gestaan. Ik was super blij toen ik in de top 10 kwam. Was een klein veentje. Maar was wel een talentje. Ik vond het wel lachen, maar ik kreeg wel. Je ziet me ook met lage handen, weet je ook. Hij vocht wel tegen iedereen. Ja, dat wel. Maar ik had een leuke trainer die er ook wel voor zorgde dat ik gewoon met de scheid aan moest. ONE FC, jij hebt een contract aangeboden gekregen. Ja. En hoe lang zit je daar nu? Officieel vanaf vorig jaar, moet ik er om liggen, september volgens mij. Ik heb een x-aantal partijen, contract van 6 tot 8. En dat is bedoeld voor binnen 2 jaar die uit te dienen. Maar ja, goed, ik heb nu een oogblessure, dus dat loopt een beetje uit. Hoe gaat dat ermee? Ja, gaat lastig in principe, omdat ik gewoon geen hoofdcontact mag hebben. Wedstrijden is nog heel erg onzeker. Dus qua vooruitzicht is gewoon... Is het onzeker? Ja, weet je. Dus in de zin van... het moet geopereerd worden. 15 uur geopereerd. En vanuit daar wordt gekeken naar mijn herstel. En dan wordt er gekeken van eerst volgende wedstrijd. Want, je hebt het nog steeds in je. Ik hoop, ja goed, ja. Daar komen we op een puntje, maar dan kunnen we even over uitweiden. Wil je nog wel zien shinen? Ja, dat is ook de bedoeling. Al wil ik je ogen en ik je ook een break. Ja toch, die is nu ook wel even nodig. Maar de hoofdreden dat de partij laatst gecanceld is echt medisch. Maar heb je dat zelf geconstateerd of heb ONE FC dat geconstateerd? Na de partij tegen Jotsen Klei zag ik een kleine rand bovenin, alsof mijn ooglid naar beneden hing. Maar er is dus blijkbaar die zogenaamde netvliesloslating. Dus er komt een druk van je. En die blessure, is het een natuurlijk verschijnsel of komt het echt door een stoot? Komt door een stoot. In ons geval, de jongens of vrouwen op mijn leeftijd die een netvliesloslating hebben, dat komt gewoon puur door een trauma of door een klap. Erg vervelend, hoe versterkt het daarmee? Ja, dankjewel. Maar je hebt dus inderdaad tegen Jotsen Klei, zeg ik het goed? Jotsen Klei. Je hebt er 2 keer tegen gestaan. Ja. En de eerste keer had je gewonnen op punten en de tweede keer ging het niet zo lekker. Nee, klopt. Ging er precies mis? Ja, dat is een lang verhaal. Maar op een gegeven moment je staat op een gegeven moment op een voetstuk en uiteindelijk dan hebben we het weer over de bonden. Dan word je ontslagen bij de K1. En dan krijg je heel veel ruimte en vrijheid om in andere organisaties te vechten. Maar je krijgt niet meer echt het gevoel wat je bij zo'n K1 organisatie had. Dus je bent her en der een beetje aan het knokken en doen. En dan kom je weer tegen een fase aan die ik overigens meerdere keren heb gehad. Dat je eigenlijk qua motivatie gewoon niet meer
bent wie je bent. Want je voelt je, ja, je bent gewoon een puppet. Ja, je bent gewoon een vechter en je kan her en der gaan knokken. Zoals je dat vroeger ook deed als jeugd. Als jeugd, dus in mijn geval, ik was ook jeugdvechter. En dan kon je daar vechten en daar vechten. Ja. En, maar je voelt je niet, het wordt niet over je omvent. Zoals ik dat nu wel weer heb bij OneFC. Je krijgt weer met rankings te maken. Je krijgt weer met bepaalde professionaliteit te maken. Dat je zegt van, wauw. Ja, dat is waar bijna iedereen zich moet begeven als professional. En dan ben je tegen motivatieproblemen aan het schoppen. Ja, loop je tegen motivatieproblemen? En ja, zeker, tuurlijk. Ja, het vele trainen en met name het stress constant te maken hebben. Herhaaldelijk per jaar met stress, weet je. Met de wedstrijd stress die erbij komt kijken. Ervaar je dat heel erg de laatste tijd? Altijd gewoon wel gehad. Om heel eerlijk te zijn, niet altijd. Te nee, maar goed, ja, je kiest ergens voor. Hè? En beroepsmatig ook, zie je het gewoon als werk. En op een gegeven moment moet je een keer zeggen van nou, tot hier en niet verder. Alleen ja, dat loopt steeds verder uit, want je wilt niet zomaar 1, 2, 3 opgeven. En je voelt je nog fit en je voelt nog lekker, maar hier mentaal, je wordt ouder. Maar wij hebben in ieder geval heel veel respect voor je. Ja, dank je. Jij stamt nog af van de tijd. Ja, van Ramon Dekker. Ja, je bent een van de weinigen die nog echt actief is. Ja. Fikri is ongeveer jouw... Maar die zal waarschijnlijk op dit punt gezeten hebben waar ik ook zit. Kijk, weet je wat het is bij mij? Op een gegeven moment als het vlammetje niet meer brandt. Ja, dan moet en bij jou vlamde die niet meer? Nee, dat was klaar. Hoe lang geleden was dat? Zijn laatste partij was ook op Slam. Zeg het goed? Nee, Marokko. Toen dacht ik ook, het is klaar, man. Is genoeg geweest. Weet je wat ook, waarom ik ook ging stoppen? Op een gegeven moment kwamen organisaties, die beschermden hun kampioenen. Wil je tegen iemand vechten? Ja, hij is nog niet klaar. Dat soort dingen, weet je. Ze maken vechten groot, maar ze willen hem niet tegen iedereen. Op een gegeven moment dacht ik, hey, het is poppenkast, man. Maar Fik, is het niet ook, sorry, hè? Ik ben het een beetje eens, hè? Maar is het ook niet dat het zo werkt? Nee, het werkt toch zo? Als jij als promotor zijnde, je jongen, kijk, een promotor wil geld verdienen. Een promotor die tegen jou zegt, ik doe het voor de sport, is bullshit. Dat is gauwhoer. Dus hij beschermt. Daarom zeg ik je, toen die federatie, zeg maar, sinds eigenlijk de WPKL ook niet meer, hoe heet het is. Kijk, vroeger kwam je op een ranking. Of je het nou wil of niet, je moest tegen de nummer 2, je moet je titel verdedigen. Ja. Dan vecht je ook ergens naartoe. Maar net is nu, iedereen is kampioen, maar ze willen tegen niemand. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat we eigenlijk in Europa één bond zouden hebben. Een beetje als voetballen, UEFA en de FIFA. Weet je wel, dat je in Europa of Benelux, desnoods in de Benelux, je eigenlijk moet kwalificeren. En als je daar een titel voor kan pakken. Hoe kunnen we dat doen, denk je? Een bond en een echte eerlijke kwalificatie. Maar we zijn is mensen. Is het mogelijk, denk je? Nee, dat is zeker wel mogelijk. Want jij loopt nog achter de schermen nog een beetje hier en daar. En zeker wel. Zijn er mensen die dat eventueel zou kunnen opzetten? Zo'n OneFC met de financiële middelen die ze hebben. Die zou kunnen zeggen van luister, wij kopen wat kleinere organisaties op. Waar ze volgens mij overigens nu al mee bezig zijn. Niet het opkopen, maar in samenwerking gaan. Daar de kampioenen van verzamelen. Mm-hmm. En deze dan bij elkaar gooien. En dan uiteindelijk naar een bepaalde titel werken. En dan praat je over serieus shit. En dan kun jij als Nederlander, of als Zuid-Afrikaan, of als Zuid-Amerikaan, of als Aziat, of als Australiër. Zou je zomaar dus bij een kleinere bond kampioen worden. En die worden dan verzameld, bij elkaar gedropt. En dan krijg je weer zo'n systeem zoals de K1 destijds deed. Of verschillende gewichtsklasses. En ook nog eens in verschillende disciplines. OneFC doet zowel boksen, kickboksen, Muay Thai en MMA. Dat is wel mooi om te zien. Dat ze hun hebben die capaciteit ook. Hoor. Ja. En de kwaliteit. En ook de mensen die daar werken zijn geniaal bijna. Dus. Ik heb nog één vraagje over OneFC. Dat weet jij waarschijnlijk al. Toch geen rematch tussen Petrosian en Patch Morakot? Ja. Sterker nog, ze hebben me zelfs gevraagd om in te vallen. Oh joh. Ja, ja. Ja? Dat is een nieuwtje dan. Oh. Is een nieuwtje weer? Ja, dat is een nieuwtje. Alleen, is het met het oog. Medisch. En ze moeten opschieten, want de datums zijn al gepland voor de finales. Wanneer is de eerstvolgende? Dat is onduidelijk, maar de finales op, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar goed, 13 oktober. Dat is mijn verjaardag, dus wordt leuk. Ja, precies. Ja. Maar 13 oktober zou betekenen, ik word 5 juni voor de tweede keer geopereerd. Dus de eerste keer is niet echt direct een operatie, is een laserbehandeling geweest om mijn netvlies weer terug op te kijken, om verder te kijken wat er nou precies gaande was. 5 juni, ik heb zeker 6 weken hersteltijd nodig. En dan kom je al heel erg snel richting eind juli, augustus. En als we dan ook dan nog eens in principe daarna nog de halve finale moeten doen,
Want deze partij zou dan eigenlijk zijn van Giorgio tegen mij nog eigenlijk in de kwartfinales, hè, bij de Final Eight. Ja. Want daar bestaat die, deze partij uit, hè, vanuit die Thai, ik weet niet hoe die heet. Maar, en dan moet die halve finale nog komen, ergens dus dan in september. Ja, dat is... Zullen ze een evenement verplaatsen voor, om dit incident, denk je? Of kunnen ze dat financieel niet maken? Dan komen we op het volgende puntje. Chatri is natuurlijk ook, heeft ook een keus gemaakt in deze partij. Dus, hij is wel heel leidend daarin. Daar. Hij is daar wel nu heel bepalend in. Of het goed is, weet ik niet. Dat is misschien ook wel een discussiepunt voor nu. Maar je kan zomaar dus kiezen en zeggen... En hij heeft dat besluit ook nu genomen tijdens bij een wedstrijd. Ja. Waar ik mijn vraagtekens bij zet. Of heeft het gewoon, maar is het terecht dat ze terugdraaien, die wedstrijd? Ja, we hebben het er net over gehad. Of dus ik was al een beetje die richting op aan het gaan. Ik weet niet, laat ik het zo stellen. Ik weet niet of jij als CEO een besluit moet maken. Tussen bij een wedstrijd. Want we krijgen nu, je krijgt heel veel voorstanders, heel veel tegenstanders. Heel veel andere bonden die daar een voorbeeld aan gaan nemen. En wat krijg je? Je krijgt gewoon één grote pleurensoor. Ja. Word je wel serieus genomen, word je niet serieus genomen? Nou goed, hun hebben dan wel de capaciteit en de omvang van een serieuze organisatie. Dus hun worden dus ook dan snel gezien als voorlopen dadelijk. Dus wat krijg je nu dadelijk? Je krijgt net wat Fikri zegt, je krijgt één grote bende daar. Dus ik weet niet wel of het even zo slim is geweest. Het is wel bijna vernieuwend, bijna. Want het is volgens mij nog nooit eerder gedaan. Volgens mij is het nooit eerder gebeurd, maar ik vraag me dan af waarom. Weet je, is Petrosian, ik vind het een geweldige vechter hoor. Maar is hij dan zo interessant voor ONEFC dat ze denken, weet je, geef hem nog... Want dan gaat het om een hoop geld, Andy. Jongens, even kort door de bocht misschien. Hè. Is Petrosian wel heel interessant? Ik heb twee keer van hem verloren over het, jongens. Is hij wel zo interessant? Of, ja, net wat je zegt, ik hoorde ook al een gerucht dat uiteindelijk dat ONEFC eigenlijk wilt gaan overwaaien richting Europa. En waarvan Italië wel een grote... marktwaarde gaat invullen, denk ik, voor ONEFC. Waarom denk je dat? Dan is hij wel interessant. Omdat Giorgio Italiaan is. Ja. Paspoort, laten we daarop halen. Ja. En dat hij wel in Italië een hele schaarse fanbase heeft. Of schaarse en een grote fanbase heeft. Europees gezien weet ik niet. Wij Nederlands vinden juist Giorgio helemaal niet interessant. Op een... ja, natuurlijk heb je altijd voorstanders en tegenstanders. Maar ik denk Style dat... Like fight, zeggen ze. Ja, weet je... Maar goed, hij is wel een pionier, weet je wel. Hij heeft de sport wel een klein beetje, ook, hè? Ja, een beetje veranderd. Hij is ook twee keer verloren nu. Eigenlijk één keer verloren. Ja, oké. Weet je, dus het is wel een kereltje. Dus ja. Kereltje. Ah, twee keer. Hij is ook tegen, hoe heet het, die tsunami's jongen. Is gewoon naar Amerika niet gaan. Ja, die richting. Dat is onderschatting. Die onderschat hij even. Maar het is moeilijk als je blijft winnen. Ja, op een gegeven moment ben je ook niet meer scherp. En die is wel een hele aparte vorm. Hij is een lastige vechter. Die komt met stoot en trappen en technieken uit een bepaalde hoek waar wij niet eens ooit aan. Wilder van het kickboksen. Waar wij op trainen. Ja. Waar wij ooit op trainen. Hij stapt weg en hij gooit er een knie via een deze zijde naar die kant toe. Mooi, dat vind ik wel mooi. Hij maakt een bovenlichaambeweging. Ik denk als ze dat anatomisch gaan onderzoeken via middels kamers, dat is onmenselijk. Geweldig. Ja, hypermobiel. Ja. Jonne, jij hebt UFC nieuws. Ja, zeker, Sumia. Conor McGregor is onderhandeling om met een nieuwe deal om weer terug te komen. Dus, verrassend. Ja. Hij was ook al met Floyd Mayweather aan het flirten, zag ik. Hij heeft een flinke blessure opgelopen, maar kijken naar een nieuwe deal. Dus dat is een mooi nieuwtje qua UFC. Verder, UFC sluit een miljoenendeal met de cannabisproducent. CBD of niet? Dus CBD, ja, klopt. Ja, om toch de gezondheid van de vechters. En we hebben de medicijnen. Dus, Nou, het schijnt heel erg helend te zijn. Ja, ik weet het niet. We stappen in een ijsbad, misschien straks. Ik denk het aan het gebruik. Ik gebruik de olie ook. En het heeft wel, wel wat voordelen, ja. Vaak zijn mensen geneigd om, ze moeten echt iets... Per definitie is extreems voelen. Bijvoorbeeld als je een energie draagt. Als je nooit gewend bent om koffie te drinken en je drinkt opeens koffie, dan voel je iets. Ja, snap je? En ik moet persoonlijk even, dat is dan persoonlijk. Als ik die olie gebruik, weet je wel, dan voel ik wel iets. Maar niet naar het extreme wat ik ook bij een koffie voel. Voor herstel eigenlijk met name. En meer het herstel. En rustgevend ook. Schouders, waar nee, ik gebruik de olie gewoon in het algemeen. Maar niet het smeren.
Ik drink. Je drinkt het op? Ja, de druppels. Druppeltjes. Ja, ja, ja. Ja, en jij merkt wel een beetje dat het... Ja, werkt. Heel gek genoeg. Waar het voor mij vooral om gaat, is dat ik gewoon mijn spieren, of in ieder geval mijn lichaam daarmee verkapt kan laten herstellen. Okay. Maar tegelijkertijd ben ik wel rustiger in mijn hoofd op een of andere manier. Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik kan het. Ja, er zit geen THC in, hè? Niet het THC-waarde. Oh, ik zie Andy alleen in de kleedkamer met een... Maar met die een, heb je ook, hè? Het is ook niet dat we hier hennep promoten. Het is gewoon echt CBD, hè? Dat is schijnt heel erg. Ja, ik vind het inderdaad. Wel een leuk nieuwtje. Zeker. En de schorsing van Nabib wordt weer ingetrokken. Dus die mag weer vechten. Ja, maar dan kunnen ze er iemand omheen op een gegeven moment die in. Kabib, ja. Of, ja, die wordt ingetrokken. Maar dat kan toch ook niet anders? Ja, we krijgen... Dit is gewoon steeds een Rusland-Amerika verhaal, jongens. Hè? Laten we het dan voorop. Ja, zou je denken dat het een rol speelt? Ja. Tuurlijk, wat dacht jij? Want weet je waarom ik zo van... Weet je waarom ik die Dana White in de UFC zo hoog heb zitten? En hij is voor mij de enige... Hij is de enige die de beste tegen de beste zet. De enige. De ene. Hij is de enige... Die de beste tegen de beste zet. Hij, klopt, het, bij hem is wil jij de beste worden, vergeet tegen de beste. Ja, en zijn matchmaking is altijd zo master. Bij hem is geen politiek. Ja, ik heb sowieso een hekel, niet per definitie een hekel aan Amerika, maar wel een mentaliteit van de meesten. En dus ook zo'n kerel als Dana White. Ik vind het ook maar. Hij is wel heel. Heb je hem ontmoet? Nee, nee. Ik heb wel voorbij zien lopen, maar niet ontmoet in de zin van. Maar wat bevalt je? Nou, gewoon de uitingen die hij ook doet en de beslissingen die hij maakt en de voorkeuren die hij ook heeft. Hè. We praten over zo'n Conor McGregor die van alles kan en mag. En dan krijgen we onze vriend Khabib die dan... Hij is partijdig, vind je dat? Hij is partijdig en hij zorgt voor onrust daarmee ook. In heel veel situaties, in heel veel partijen, hij zorgt gewoon voor onrust. En dat is Amerikaans. Hè, want Ervaar je dat ook zo bij Dana? Want jij bent de voorstander van Dana. Wat hij zegt klopt, maar dat is zijn privéverhaal, wat dan slash zakelijk. Maar wat ik heb over zijn evenementen, hij zet wel altijd de beste vechters tegen de beste. Bij hem is het niet zo van een turn-up fight, dus een gevecht om hoger te komen. Nee, ja, altijd. Haas, daar kan hij ook niet mee wegkomen. Met zo'n grote organisatie als de UFC, waar hij mede invloed over heeft gehad. Hè? De omvang van deze organisatie. Weet je, dus hij, weet je, maar hij kan toch ook niet gemaakte matchups creëren. Kan hij niet maken, nee. Hij moet ook laten zien dat ze de grootste zijn, dus hij moet ook grote partijen neerzetten. Ja. Dus een beetje makkelijk vind ik. Jullie hebben allebei dubbele gevoelens. Nou ja, dubbel. Hij zegt het goed, maar tegelijkertijd had je iets anders van hem moeten verwachten? Of had je het anders kunnen zien? Nou, maar ja, het is wel wat hij zegt, Andy. Het is wel echt Amerikaans. Uiteindelijk is het gewoon om het geld. Tuurlijk, dat geloof ik ook wel. Kijk, dat verhaal van McGregor voortrekken voor Khabib, daar ben ik het met je eens. Maar noem mij maar eens één partij die niet spektakel was. Het is nog een sterker nog verhaal. Waarom denk ik dat de Gracies eruit zijn? Omdat hun waren, in zijn ogen, waren ze te saai. Ja, ze waren. Maar de Gracies vulden wel de zalen. Maar hij zegt, luister, voor tv wil ik spektakel. Ja, dat stand-up is beter. Want snap je? Maar zou jij dat durven als promotor? Ik vul alle zalen. Je vindt me saai. Op een of andere manier. Maar ik vul wel in zakken. Ja, snap je wat ik bedoel? Business, man. Hij doet het. Hij zet ze er gewoon uit. Maar praat je dan weer over de kwaliteit van de vechters? Nee, weet je. Dan is het allemaal weer... Maar als je zo sterk bent als hem, kun je die beslissing... Dan kun je dat maken. Iedereen wil naar UFC. Het is niet alleen hij. Er zijn allemaal mensen die onderzoeken doen. Hè, allemaal op bedrijfstechnisch. Wie is nou echt daadwerkelijk zo interessant? En vandaag de dag heb je dat zo... Hij is gewoon echt een business. Ja, maar er wordt wel echt professioneel aan gewerkt. Dus daar ben ik alweer in. Ja, die beslissing maakt hij niet even eens eentje van... Nee, het wordt echt een heel zit erachter en die bepalen. Ja, maar jij hebt heel lang met Jose Aldo getraind. Ja. Wat is de reden waarom hij geen rematch heeft gekregen tegen Conor McGregor? Ja, blijkbaar niet interessant. Ik moet wel zeggen, Brazilië is echt UFC-minded en Aldo is echt... Dus, wie hebben wij hier in Nederland, die super bekend is in de voetballerij, een De Ligt of noem maar even zijn. Dat is niet meer normaal. Ja, heeft hij ook voor gezorgd, maar goed, het ligt wel aan elkaar. Het is twee continenten, weet je, dus het stapje was wel heel makkelijk. Maar de vraag, hoe is hij staand? Want jij hebt met hem gespart. Hij is goed, maar hij is ook lui geworden. Maar is het ook Nederlands niveau kickboksen, maar staand? Hij kan echt wel serieus kickboksen. Natuurlijk zou hij ook ervaring moeten opdoen in echte kickboxpartijen. Maar hij zou zomaar een Nederlandse topper... Ja toch, maar de level van UFC staand. Het is geen top kickboxer, toch? Opnieuw.
terugkomen op het verhaal in het begin van dit gesprek. Disciplines. Twee totaal verschillende disciplines. Ik dacht als kickboxer het wel eens even te doen. Hè? Want ik kan goed stompen en trappen. Of kickboksen. Je hebt helemaal niks in MMA. Maar ik heb het alleen maar over staand. Maar staand staan wij wel heel sterk, toch? Ik heb het al gekickboxd. En ik, het is wel een kerel. Nee, maar zijn balans is waarschijnlijk uitmuntend. Ongelooflijk. Hij laat stoten op millimeters missen. Hij heeft een supergoed oog. Hè? Het oog, weet je wel. Dat is supergoed. Alleen die linker zag je niet bij McGregor. Nee. Weet je hoe dat kwam? Ja, ik kan het zeggen. Een en al. Zuid-Amerikaan. Ja, dat was het voor de nieuwtjes wat betreft UFC. UFC. We hebben nog wel Bellator natuurlijk opkomend. Londen, daar vechten een aantal Nederlanders. Musashi, Manouf, Kielholz. Gaat een mooi event worden. En ik ben vooral benieuwd voor Bellator 222. Naar Sheryl Sonnen, 42 jaar oud. Echt een oude rot in het vat. Te gek. Vak. Ja, ik kom twee keer terug in de UFC, 2016 Bellator. En gaat het nog even een keertje aan. Dus, voor de laatste keer. Ik ben benieuwd. Dat valt me wel op, hè, Sumia, dat ze bij Bellator wel mensen op leeftijd laten verbeteren. Met alle respect hoor. Dat zie je niet zo snel bij de UFC. En dat is geen racisme. Nee, ik weet niet of het racisme is, maar bij Bellator. Want dat zeg je toen bijvoorbeeld ook bij... met zijn naam heb vergeten, die heel lang met Peter Thijs heeft getraind. Nee. Fedor. Bij Fedor ook, die ging ook heel lang mee. Maar gaat het dan niet om kwaliteit? Dat is toch wel belangrijk? Geef gewoon weer een podium. Of is het weer selectief mensen uitkiezen? Ik denk weer business-wise. Bellator zit daar een gat in. En omdat UFC dat niet doet, denk je van nou, die andere mensen hebben nog zoveel reach en ze nog zoveel aanhang. Waarom maken we daar geen gebruik van? En waarom geven ze geen podium? Als ze toch nog willen en nog actief zijn. Ja, doen wij het wel. 42 jaar, Joren. Denk je dat hij dan wat gaat doen? Ik twijfel een beetje. Maar goed, als ze goed gematcht staan, dan maak je toch een goede kans. Ja. Wordt het een mooie partij. Misschien wel het meest belangrijke. Daar geloof ik wel in. Ja, zeker. Wel spektakel. Ja, zeker. Okay. Deze man is zo vaak teruggekomen. Dit wordt wel een knaller. Nog meer agendapunten? Glory 66 prijs, Doen B, First Nabiev. Maar ja, die hadden we vorige keer ook al benoemd. En de Glory 67, Orlando... dat is wat er op de agenda staat. En we hadden Fusion, toch? Fusion. Dat is 8 juni, hè? In Groningen. In Groningen. Ja, ik heb jongen van mij vechten daar. Dus, Wie vecht daar? Walid Hamid. Heel veel succes. Ja, thanks. En Glory 66 prijs doen bij First Nabiev. En volgens mij vecht er nog iemand. Je hebt daar in mijn ogen een van de grote talenten is Misha. Misha vecht. Ja, die vecht daar. En die man, ik zeg eerlijk, die man lijkt heel traag, maar die man ziet dingen. En hij heeft knock-out in zijn handen en ook in zijn benen, weet je. Is een goede vechter. Hij sloeg Sitica toen... Toen was hij 19 jaar, hè. Zo. Ja. Netjes. Misha verloor wel die partij van Sitica uiteindelijk. Hij was zo'n type typerende vechter die tegen alles en iedereen kan knokken. Hij heeft tegen verschillende stijlen en het altijd goed maakt. Je hebt soms stijlen zeg maar, die de ene stijl lelijker maakt en de andere weer juist omhoog gooit. Leg hem maar net aan tegen wie of je tegen wie staat. Maar hij is zo'n jongen die wel zich heel snel kan aanpassen. Ja, hij is wel een slimme vechter. Hij kan veranderen. Te gek, die staat ook in... Hij staat en last but not least, 22 juni in Marrakesh, gala waar jouw broertje vecht, tegen Totu. Totu is een bekende, Mustafa Totov, die Muay Thai vechter, een van de grote vechters. Ja, hij was een goede vechter, ja. Volgens mij heeft hij tegen DD gevochten nog. Okay. Nee, hij heeft tegen Patrick Eriksen had hij toen neergehaald. Tegen Eriksen die faciliteit. Ja, die Patrick was oké, maar hij, het is een Franse promotor die dat doet in Marrakesh. Want heel veel mensen denken als er wat in Marokko is, dan is het gecreëerd. Maar ik ben het niet voor mensen. Maar je bent er wel bij, denk ik, of niet? Ik ben er wel bij, ja, tuurlijk. Verslag dan straks. Horen jullie daar? Misschien leuk om toe te voegen, het linkje om dat te kunnen kijken. Het wordt sowieso op Riyadia uitgezonden, live. Dus mensen kunnen... Maar even terug aan de Glory. Hebben wij ook niet... Jaraya vecht ook daar. Jaraya Glory. En Jaraya vocht eerst 76 kilo, vond ik echt niet zijn gewicht. Helemaal niks van. Ik vond hem daar... Dat je onderbreekt. Jawel. Als je naar die jongens en enkels kijkt, echt groot.
Echt stevig, stevig onderbenen. Nou, let jij dan weer op, hè? Enkels? Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat is daar zo belangrijk aan enkels? Ik zie hem wel eens van aan dichtbij. Aan enkels zie jij dat iemand... Nee, maar je ziet aan de bouw dat die jongen eigenlijk wel maar, zich wil uitzetten. Maar hij was niet altijd echt droog. Nee, hij is ook niet droog. Maar zit wel meer power in natuurlijk. Nee, maar ik zeg eerlijk, ik denk zelf persoonlijk... Kijk, ja, hij heeft wel een leeuwenhart. Want die man geeft niet zomaar op. En, als hij erin gaat, dan vecht hij. Ja. Maar daarom denk ik, maar hij krijgt te grote jongens, weet je. Qua lengte, dat soort dingen. Jongens, vergeet niet, jongens 22. Hij heeft de power, hij heeft de wil, hij heeft de agressie. Ja. En hij heeft misschien nog niet het kopje. Ja, als hij dat een beetje kan sturen, ik ben ook zeker... Controleerde agressie. Ja, juist. Ja, ja. Is er valt er aan te werken bij Zerijen? Ik denk het wel. Ik heb toevallig Oussama El Gawi, dus ook mijn tweede trainer in mijn sportschool. En deze man begeleidt Mohamed Zerijen ook. Dus ik geef hem heel veel input. Weet je wel? En ik, volgens Ossie gaan de dingen nu... Stuk beter. Mooi. Sommige jongens moeten ook kunnen opnemen. Hè? Dat bepaalt ook wie je bent als vechter. Ja. Ook als mens zijn er, denk ik. Dat je wel dingen moet kunnen opzuigen en dat ik durft aan te nemen. En dan kun je jezelf ook weer ontwikkelen. Maar wat denk jij nu met 70 kilo? Ik geef hem meer kans in die 70 kilo. Wel meer kans. Ik weet ook wel dat hij nu wel super gemotiveerd is. Ook dat hij heel erg scherp is op zijn dieet. Volgens mij is hij al een maand of 4-5 bezig met deze voorbereiding. Ja. Dus je mag aannemen dat je het heel serieus neemt nu. Ik zie ook af en toe wat filmpjes. Ik denk veel mensen wat filmpjes voorbij zien komen. Wordt niet heel veel prijs gegeven, maar je ziet wel dat hij echt actief is, gefocust. Maar weet je waarom? Weet je waarom ik dat zeg? Omdat, kijk, je weet zelf, als vechter, wij vroeger, als jij heel makkelijk naar erin gaat, je gaat niet afvallen, je traint er niet echt voor. Ben je nooit zo scherp als je... Weet je waarom? Je als ik keihard zijn best heb gedaan... Ja, dan ga je ook als een... Je gaat er uiteraard gierig erin ook. Weet je, gretig. Maar Jiraiya is wel een van de... Hij heeft wel de hart om te vechten. Want als hij zijn agressie goed controleert... kan hij heel ver komen. Tegen zijn laatste gaat. Dat zou... Tegen zijn laatste? Ik heb... tegen Myrtle Groenland. Nee, ik heb nooit begrepen dat hij dat gewicht vocht, Andy. Jongens, hij heeft de power, hè? Ik snap dat wel. Alleen ik begrijp dan wel weer niet waarom we dan meteen tegen Mutt of zijn tweede pot. En dan kom je terug op het verhaal bij Glory. Glory, denk je het is dat heel hij moeilijk. Klaar voor was hij niet klaar voor tegen? Nee, sowieso nog jong. Hij is nog een jonge gozer. Want hoe oud is hij in die? Kijk, dat bedoel ik dan met schochmen, met ervaring en zo, weet je wel. En wie ben je als vechter als je alleen maar agressie naar voren gooit en met een blad voor je oog, zeg maar. Heeft hij te veel gedaan. En dat tegen een ervaren vechter. Maximaal ervaren jongen als Myrtle. Dan krijg je hem. Was te vroeg voor hem. Maar jullie hebben het over power, hè, Andy. Maar is het niet, zegt toch, speed is wat kills. Waarom niet minder power, meer snelheid? Waarom ben je geen power? Waarom ben ik geen power? Ik heb nooit power, maar mijn KO-percentage was bijna 75%. En dat is timing. Maar daar hebben wij ons op gefocust. Hij weet van origine al en vanuit zichzelf dat hij eigenlijk met kracht heel veel kan bereiken. Dan kan hij bergen verzetten. Ja. Kijk, nu komt hij tekort, omdat hij weer zijn timing niet heeft getraind. En daar zijn ze nu volgens mij. Hij zit goed hoor, bij Ossie. Bij Osama. Osama, een goede trainer. Ja. En ik denk, ik zeg eerlijk, ik geef hem wel kans in die 70 kilo. Ik vind die 77 kilo vind ik te zwaar voor hem. Maar nog meer dan in de 70. Waarom? Hij is nu, kijk, wordt het nu echt een atleet? Ik zeg eerlijk, hij was niet echt droog. Als je hem zo zag. Hij zag er niet fit uit. Kijk, daarom zeg ik ook, dan heb je niet die vuur, weet je. Die vuur dat je gewoon ergens voor hebt gewerkt. Heb je dan niet en nu heb je die wel. Ik denk dat je dan nog... ik hoop dan natuurlijk de trainers zijn gewoon goed. Dat ze ook hem kunnen aanleren. Van je moet je agressie controleren. Nou ja, conclusie. Je moet gewoon leren van alles wat je meemaakt. Ja. Het is allemaal een reis voor hem. Sowieso, hij is nog jong, dus hij heeft nog een hele toekomst voor zich. We wensen in ieder geval heel veel succes. Ja. Andy, te gek dat je er was. Ja, kom vaker. Don't be a stranger. Ik vind het hartstikke leuk om met jou... te praten aan tafel. Is er nog iets wat je wil vertellen? Nee, behalve je gewicht. Ja, bij deze de uitnodiging dat ik vaker mag en kan. Je bent altijd welkom, Andy. Dan komen we dat vaak genoeg. Gaan we elkaar misschien nog wel spreken. En hou ons alsjeblieft op de hoogte voor je gezondheid. Ja. Ik denk dat dat wat het belangrijkste is. We wensen je heel veel sterkte. Heel veel sterkte en succes. Dank jullie wel. Dit was Fight Insight voor vandaag. Tot de volgende keer.